verder wil dan de zevensprong, dan blijft u bij de zevensprong. Geweest? Geweest, ja. De tent van Toereloer. Toereloer? Toereloer. Jan Toereloer. Zo heette de waard. Maar nu is hij weg. En dit is een spookhuis. Een spookcafé. Zeg, wie ben jij eigenlijk? Mijn naam is Van der Steg. Wil je ophouden met in mijn ogen te schijnen? Wie ben jij, als ik vragen mag? Ik ben een Brozem. Een wat? Brozem. Ik rij op een brommer. Ja, dat zie ik. Hoe heet je? Brozem. Ja, maar... Oké, dan niet. Wat voer je hier eigenlijk uit? Dat wou ik aan jou vragen. Hoe kwam je hier met die oude koets? Zeker een afspraakje, hè? Denk maar niet dat je vriendinnetje hier naartoe zou komen. Dit geheimzinnige hol. Het spookt hier, als het donker is. Staat er geen onzin te kletsen. En mijn zaken gaan jou helemaal niets aan. Oh, mijn best. Moet toevallig kijkje net gebruiken. Ik heb me gek gezocht naar een pakje sigaretten dat ik hier heb laten liggen. En mag ik zeker helpen zoeken? Dat kun je proberen. Maar je zult het toch niet vinden. Er zitten 3 sigaretten in. En er is een danskop opgetekend. En 3 handtekeningen. Een doodskop? Ja, het was een weddenschap. Vanmiddag waren we hier. Ik en mijn vrienden. Toen dachten ze dat ik hier 's avonds niet alleen naartoe durfde te gaan. Nou moet ik als bewijs die sigaretten meenemen die hun hier hebben neergelegd. Jij bent ook een banger. Gewoon een dakpan die eraf waait. Zeg, luister eens. Ik moet terug zijn voor de tweede voorstelling begint. Welke voorstelling? Maar we zouden naar de film gaan. En zij betalen voor mij als ik win. Hé, ik kan bewijzen dat ik hier ben geweest. Je moet met me meegaan als getuige. Waarom zou ik? Ik neem mee achter op de brommer naar de stad. Heb je een lift? Of wou je soms gaan lopen? Je weet niet eens waar ik woon. Het zou ook een rotzorg zijn. Kom mee, we zijn er zo. Wat is er? Mijn boeken. Ik heb mijn tas met boeken in die koets laten staan. En dan is die ellendige koetsier ermee vandoor. Weet jij wie dat is? Hoe kan ik dat nou weten? Jij hebt toch in die koets gereden? Ik vind jou een rare. Ja, je hebt me gelijk ook. Kom mee.
Krijg het niet meer. En je hebt niet eens je nek gebroken. Zijn dat nou die vrienden van je? Oh, de voorstelling is nog niet begonnen. Ik heb zin in patat. Kom. Hey. Ik wil een patat. En jij? Ja, geef ze mij ook maar een zakje. Met? Nee. Snel rietje, hè? Rijd je altijd zo hard? Meestal harder. Kom je vaker op de Zeversprong? Woon je hier in dit stadje? Waarom vraag het allemaal? Ik vraag toch ook niet waar jij woont? Nee, als je het niet wil zeggen, dan wacht, moet je... Even. Zeg meneer, er moet nog wat betaald worden. Twee porties. Weet u wie dat was? Wie? Die jongeman. Die ken ik niet. Ook hier zoveel jongelui rond tegenwoordig. Hier naartoe gebracht. Maar al met al ben ik wel mijn boeken kwijt. En Joost mag weten waar die idiote koets naartoe is. Ik ben wel in een krankzinnig avontuur terechtgekomen. Als ik het zelf had bedacht, was het heel anders gelopen. En wat moet ik de kinderen morgen in vredesnaam vertellen? Nee, Kees. Dit is te gek. Natuurlijk is Londen niet de hoofdstad van Parijs. Londen is de hoofdstad van Engeland. En Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. Meester, u zou nog vertellen... Wat is de hoofdstad van Denemarken? Oslo. Nee, Stockholm. Jullie hebben domweg niets geleerd. Wie weet het wel? Nee, Els. Die atlas blijft dicht. De hoofdstad van Denemarken is Kopenhagen. Wat is de hoofdstad van Torenloren? We hebben nu aardrijkskunde, Marjan. Ik versta Torenloren niet. Daar hebben we het nu niet over. Waarom doen jullie zo vervelend? Natuurlijk bestaat Torenloren. Het is een sprookjesland. Dat heb ik jullie zelf verteld. Nou, dat is mijn eigen schuld. Ik vertel jullie veel te veel verhalen. Maar dat van die brief, dat was toch echt? En dat wat gisteravond gebeurde. Bent u nog bij Geur geweest?
Nee. Wat? Stil. Jongens. Ik vrees dat ik op het spoor ben gekomen van een vreemd en gevaarlijk geheim. Meer kan en mag ik jullie op dit moment niet vertellen. Maar meester, u bent gisteren toch in die koets gestapt? Waar ging die dan heen? Naar een eenzame plek, Maarten. Midden in het bos. En daar ben ik uitgestapt. Uitgestapt? Ik moest wel. En die schurk van het koetsier reed weg en liet mij alleen achter in duisternis en regen. En toen, meester? Dat heb ik toch al gezegd, Marjan. Verder moet ik zwijgen. Alleen, ik wil jullie iets vragen. Is er iemand die weet of vermoedt wie Gurgur in werkelijkheid is? Zijn naam bedoel ik. Want hij heeft mij echt die brief geschreven. Marjan, weet jij iets? Nee, meester. Nou ja. Misschien wil degene die iets meer weet het liever onder vier ogen vertellen. Na schooltijd bijvoorbeeld. Het is tijd. Opruimen en er vandoor. Meester, het gaat over wat u net in de klas heeft verteld. Weet u wie Gurgur is? Nee, dat niet, meester. Nee, meester, maar we willen u helpen. We willen graag die brief nog een keer zien. Ja, misschien kunnen we er iets aan zien. Goed? Ik weet het niet. Ik ook niet. Nou, dat is dan jammer. In elk geval bedankt. Ja. Kent een van jullie een brozem? Een brozem? Wat is dat? Dat is een vent op een brommer, hè, meester? Een rotknul die overal heel hard rondscheurt. Nou, mijn broer heeft ook een brommer, maar het is geen rotknul. Hoort er ook een brozem bij het geheim? Misschien. Hij rijdt in het donker. Heel hard over de wegen, praat over spoken en verdwijnt zonder goede dag te zeggen. En toen, meester? En toen, niks. Tenminste, dat weet ik nog niet. Daarom ga ik eerst zelf maar eens op onderzoek uit. Naar de Zevensprong. Ja, ik ga naar de Zevensprong. Daar begon het allemaal gisteravond. En? Hebben jullie me nog wat te vertellen? Nee, meester. Sowieso. Nou, als je wat ontdekt, dan kom je maar. Ja. Tot ziens. Meester? Ja? Dit is allemaal echt, hè, meester? Ja, Maarten. Dit is echt. Het wapen op die brief. Wat? Het wapen op die brief. De kat, de kop van een kat. Ja, he, dat zag ik ook. Wat is ermee? Ik heb het eerder gezien. Waarom heb je dat dan niet aan de meester verteld, idioot, dat je die kattenkop kende? Ik ben zelf een kattenkop. Maar wat is er dan met het wapen? Van wie is het? Weet ik niet, maar ik heb het gezien. Op een stenen paal, een zuil, ergens in het bos. Waarom zei je dat dan niet tegen de meester? Omdat ik bang was dat hij bang zou zijn. De meester is niet bang.
Geloof je het zelf? De meester is lang zo dapper niet als Frans de Rode. De meester is Frans de Rode. Zegt hij maar. Maar eerst wilde hij ook niet in die koets. En toen is hij ook nog op de zevensprong uitgestapt. En die zeil zat op een hele enge plaats. Waar dan? Vlak bij de zevensprong. En ik dacht dat als de meester dat zou horen, dat hij dan zeker niet mee durfde te doen. En het is zonde, want dit is allemaal echt. Het is hartstikke echt. Tante Willemijn, heeft u wel eens gehoord van de zevensprong? Heb je wel gehoord van de zeven? Heb je wel gehoord van de zevensprong? Die zevensprong bedoel ik niet. Er is in de buurt toch een kruispunt waar zeven wegen bij elkaar komen? Als je niet tot 10 kan tellen tenminste. Waarom vraag je dat? Nou, ik wil er even naartoe. Gewoon een fietstochtje. Goed idee. Kan je de buurt eens een beetje verkennen. Ja, moet je dat uitleggen? Eigenlijk is het hier vandaan een beetje moeilijk te vinden. Weet je wat? Je rijdt via Roskam. Dorpstraat uit, rechtsaf, bij de boerderij van Dijkhof. Dan kom je vanzelf op een fietspad en dan de bordjes maar volgen. Naar Roskam. Ja, alleraardigst plaatsje. Ja, en vandaar wijst de weg naar de zevensprong zich vanzelf. Hier. En terug is geen probleem, want er staat een wegwijzer. Ja, dat weet ik. Dat vermoed ik al. Ja, ik ga. Prettige rit. Een glas bier graag. En ik zag net een rijtuig hiernaast uit het hek komen. En ik had de koetsier graag willen spreken. Maar hij reed door. Ja. Weet u misschien waar hij vandaan komt? Ja, dat zal Jan geweest zijn. De koetsier van graaf Griesenstein. Graaf Griesenstein? De koetsier van graaf Griesenstein? Laat u daar maar zitten, meneer. Ik breng bier zo bij u. De koetsier van graaf Griesenstein. Graaf Griesenstein. Grr. Ja, zie je wel. Als je weet wat er moet staan, kan je het duidelijk lezen. Hé, wat doet dit, jongen? Hallo, goedemiddag. Sigaret? Nee, ik rook niet. Ik ken jou. Jij bent de Brozem. Je maakt een vergissing, ik ken u niet. Jawel, we hebben elkaar gisteravond ontmoet. Gisteravond? Waar dan? Bij de zevensprong. En gisteravond was ik in het dorstigheid. Iedereen hier kan het getuigen. Dat is niet waar. Ik heb u nooit eerder ontmoet, echt niet. Ik durf te zweren bij alle wegen van de zevensprong. Waaruit we kunnen concluderen, Roberto, dat je een dubbelganger hebt. Ja, dat moet dan wel, want ik ken hem echt niet, hoor. Hé, Roberto! Kunt u mij vertellen wie die jongen is? Alsjeblieft, uw bier. Wie is graaf Griesenstein en waar woont hij? Neemt u me niet kwalijk, ik word geroepen. Een ogenblik, ik kom zo bij. Trek u eens een kaart. Doe maar in uit en kijk welke het is. Laat het niet aan mij zien.
Steek je weer tussen het pak. Juist. Voel nu in uw rechterzak. 7. Dat is een mooi getal. Dat is een magisch getal. Laten we het nog eens doen, maar let u nu wat beter op. Nee, aarzelt u niet. Niet zo haastig. Zelfs een kaart kiest niet altijd dezelfde weg. Kijk in uw linker binnenzak. In de speelkaartenvoorspellingskunde is de schoppenboer de schurk. Dat geeft te denken, vindt u niet? Het was me een genoegen. Er zit nog iets in uw linker binnenzak. Goedemiddag. Riesenstein kunt u beter niet meer hardop uitspreken. Als u meer van hem wilt weten, kom mij dan zondag na kerktijd bezoeken. Mijn woning, schijn en wezen ligt aan de weg van de Zevensprong naar Langelaan. Vergeet uw bier niet. Tot kijk. Ga je weg, wacht eens even. Het spijt me, ik moet nu echt gaan. Maar ik denk dat we elkaar weer heel snel zullen zien. Voor de tweede keer. Het is een complot. Ik weet het zeker. Het is een complot. En ze hebben er allemaal mee te maken. Die idiote magier met zijn goochelkunstjes. En die twee, die Roberto en de Brozen. Volgens mij zijn het broers. Ze lijken zo op elkaar. Misschien wel tweelingbroers. Maar waarom zegt Roberto dan dat hij de Brozen niet kent? En waarom mag ik de naam van graaf Griesenstein niet hardop uitspreken? Is het dan echt zo'n gruwel? Het is een waanzinnig avontuur. Maar ik ga door. Frans de Rode laat zich niet bang maken. Maakt het nou uit? Dat zijn kinderen uit mijn klas. Maar wat moeten die nou in die oude herberg?